Welkom beste mensen bij een nieuwe vlog van de Oudheidkamer Twente. Wij staan hier in de huiskamer van de Twentse Wellen. In de Twentse Wellen ligt een heel groot deel van onze collectie opgeslagen. Daar wordt heel goed voor gezorgd. En Edwin Plokker heeft al eerder met mij een vlog gedaan over landkaarten. En ik heb gevraagd, is er nog iets in de collectie wat verband houdt met het nieuwe jaar? Want 2018 staat voor de deur en hij heeft iets gevonden. Ja, dus ja, wat heb je? We hebben een doos. Daar staat ook gewoon echt nieuwjaar staat erop. En er zitten allerlei hele leuke dingen in die betrekking hebben tot nieuwjaar. Okay. En het belangrijkste is eigenlijk een hele stapel met van deze wensen zijn het. Hè, als je goed kijkt, hè, dus, je ziet hier een man met een stok en een klepper. Hier is een nieuwjaarswens van een klepperlied. En dat is eigenlijk een nachtwaker is dat. En een nachtwaker had vaak een dubbelfunctie. Het was nachtwaker en lantaarnopsteker in die tijd. En dat was eigenlijk een beroep dat stond heel erg laag in de status. En dat was ook slecht verdiend. En om zijn inkomen een beetje op te vijzelen, liet die beroepsgroep van die lantaarnopstekers en klepperlieden, die lieden drukwerk maken, hè, met deze soort mooie plaatjes. En heel vaak met een gedicht erbij. En wat ze dan deden, gingen ze overdag die gedichten voordragen op straat. In de hoop dat ze daar geld voor zouden krijgen. En die klepperlieden die hielden vaak ook De orde in de buurt. En dan gingen ze langs de deuren. En dan klopten ze aan, klingelden ze aan, dan belden ze. Ja, bel hadden ze niet, denk ik. Nee. Maar die. En dan deden ze mensen de deur open. En dan gingen ze dit gedicht dus voordragen. Aha. En dan. Dat was de bedoeling dat je ze wat gaf. Oké. Okay. Ja, en het waren niet alleen die nachtwakers. En die, het waren meer echte beroepen die lage status hadden. Dus ook vuilnisophalers. En zo heb ik gelezen dat ze ook dit soort dingen deden. Die heb ik niet gevonden. De nieuwjaarswensen zijn vooral van lantaarnopstekers, klepperlieden en zo. Oké, en is dat helemaal verdwenen, dat geld ophalen? Of is dat tegenwoordig ook nog wel? Nou ja, vroeger we hebben geen nachtwakers natuurlijk. Vroeger was het heel gebruikelijk. Hè, dat heel veel mensen eigenlijk dit soort dingen deden. En volgens mij hebben we nu nog één restant ervan. En dat zijn die krantenbezorgers en folderbezorgers. Ja, die ook met nieuwjaar met zo'n kaartje langs de deur gaan. En dan ook hopen dat ze wat krijgen. Volgens mij is dat het laatste restant van deze traditie. Oké, nou wat leuk. Ja. Maar jij hebt nog iets gevonden, zie ik. Want er ligt hier nog iets. Ja. Oh, ik zal het even goed neerleggen. Ja. En dat ziet er heel mooi uit. Mooi gekleurd en mooi wit. Dat is echt heel erg leuk. Dit zijn al nieuwjaarswensen. Dit zijn nieuwjaarsbrieven. Oké. En dat is een traditie die in Nederland helemaal uitgestorven is. Begin 20e eeuw is dat weggegaan. En dit is een nieuwjaarsbrief. Dit is wat kinderen vroeger aan hun ouders schreven. Zo. En dat was heel stichtelijk. Hè. Ze wensen altijd veel vrede toe en zo. En de bedoeling was dat ze echt op zijn allermooiste gingen schrijven. Hè, met veel krullen en met veel sierlijkheid. En het was vaak een stuk drukwerk. Ja. Dit is echt heel erg mooi. Het lijkt wel de Ark van Noach die hier helemaal gedrukt is. Mooi ingekleurd ook. En dan heel mooi ingeschreven. Het leuke hieraan ook is, het is perfect ingeschreven. En ergens is het woordje nog vergeten. Dus dat is er netjes tussen gekrabbeld. En was dit dan bedoeld om het zakgeld te verhogen of is dat helemaal niet? Was nee, het echt... nee, dat heb ik nergens gevonden. Oh, okay. Het is echt een traditie dat je op 1 januari... 1 januari werd dus, dit werd dus geschreven. Ja? En op 1 januari werd het dus voorgedragen. Ah. Aan de ouders of aan Peter en Meter. En okay. Ja, ik zeg dat Peter en Meter. De informatie die hierover beschikbaar is eigenlijk komt vooral uit België. Want daar is het een levendige traditie. Het is hier uitgestorven. Ja. He, dus in het begin 20e eeuw werd het eigenlijk vervangen door de kerst- en nieuwjaarskaarten. Okay. He, dus dat is helemaal weg. Dit ging weg en Nederland ging mijn kerst- en nieuwjaarskaarten versturen. En in België bestaat het nog, is levendig. Zo voor de kerstdagen leren kinderen op school nog steeds in het allermooiste schrift een brief te schrijven aan hun ouders met veel stichtelijke woorden. Wordt nog steeds op 1 januari voorgedragen. En tegenwoordig is het drukwerk niet meer dit, maar is het wel Walt Disney en zo. Okay. Maar er wordt nog steeds met een mooi kader eromheen een gedicht, een verhaal geschreven voor de ouders. Wat leuk om te horen. Wellicht is het ook iets voor de jeugd van Nederland. Het mag natuurlijk ook in rapvorm. Het hoeft niet alleen maar in geschreven taal te zijn. Je weet het maar nooit. Maar de Oudheidkamer wenst een ieder een heel gelukkig en gezond 2018.